stilte. Jullie zijn allemaal verdacht ellendige ketters. En u bevindt zich nu voor de Raad der Beroerten. Oftewel, nou, hoe noemen jullie ons op straat? De Bloedraad. En waarom de Bloedraad, nou? Geen idee. Omdat wij bloed willen zien. Bloed van ketters, van afvalligen, van beeldenstormers, van jullie. Nee. En wij van de Bloedraad rukken de opstand met wortel en tak uit. In opdracht van hertog Alva. Ik ben fan van Alva. Ja, ik ook. Stilte! Stelletje ellendelingen. Jij, Hendrika Jacoba, jij hebt heilige beelden de ogen uitgestoken en de handen afgekapt. Nee, dat zou ik nooit doen. Ik ben zelf echt goed katholiek. Wees gegroet, Maria, vol van genade. Nou, jij bent gezien door een van onze verklikkers, de zeven stuiverslieden. Uw rechter vandaag is de roemruchte Jacob Gessels. Nee, Jacob Gessels. Stilte! Stelletje ellendelingen. Rechter Gessels, uw vonnis. Ja, je moet hem altijd even wakker maken. Naar de galg! Nee, naar de galg! Nee. Naar de galg. En al uw bezit is van ons, de volgende ketter. Josias, Johannes, jij hebt schilderijen bespuugd en bijbels verbrand. Dat heb ik echt niet gedaan. Jij bent gezien door een van onze verklikkers. Ik ben onschuldig. Rechter Gessels. Twee, oh, alweer, ja. Naar de galg! Naar de galg! En de volgende ketter, jij hebt miswijn opgedronken! Ik? Wel, nee. Ik ben katholiek. Ik haat protestanten. Je liegt. Ja, en jij hebt de ouwels opgegeten. Jullie zijn schuldig. Ja, ja, naar de galg. En jij. En jij naar de galg. Wacht, ik ben je collega. Leugens, ellendige beeldenstorm, rechter Gessels, hun straf. Naar de galg! Hey, Willem, ik ben het. Wegwezen jullie allemaal. En nu een korte pauze. En daarna is de beurt aan jullie, stelletje ketters. Goed, lunch. Kom eraan, is er soep? Naar